Vandaag spreken we weer met een politicus. En deze keer is dat Rick van der Graaf, fractievoorzitter van ChristenUnie in de gemeenteraad en oud-bewoner van Kanaaleiland. We gaan eens even kijken wat hij over de wijk te vertellen heeft en wat de plannen van zijn partij zijn. Jij bent ook een oud-bewoner van Kanaaleiland. Dat klopt zeker, ja. Ik heb met vrienden hier op de Troemalaan gewoond, hele lange tijd. Ik denk al een jaar of 6, nog voordat ze opgeknapt werden. Maar een hele fijne plek om een tijd door te brengen in mijn studententijd eigenlijk. Nu sta je hier als fractievoorzitter van ChristenUnie. En je had het er al over, de flat waar jij gewoond hebt is opgeknapt. Dat is precies ook het thema waar we naartoe willen. Want er gebeurt in de wijk heel veel. Ja. Maar kun je ook voorstellen dat de bestaande bewoners zich wel eens zorgen maken of er voor hun nog steeds plek blijft? Ja, dat kan ik me best wel voorstellen. In die zin dat je de wijk natuurlijk heel erg voor ziet veranderen de afgelopen jaren. En ik denk op heel veel goede manieren. Hè. De wijk wordt divers. Heel veel verschillende soorten mensen van allerlei verschillende achtergronden die hier een plek mogen vinden op Kanaaleiland. Ik zie ook dat de voorzieningen meegroeien. Dat er nieuwe plekken zijn voor buurtvoorzieningen. Dat kerken een plek vinden. Dat het winkelcentrum binnenkort wordt opgeknapt. Ja, ik hoop dat uiteindelijk ook ten goede komt aan de mensen die hier wonen. En daarmee samen ook een Kanaaleiland kunnen zijn. Maar de woningnood die treft natuurlijk ook vooral mensen die gebruik maken van sociale huur. En op het moment dat er steeds meer vrije sector en koop bij komt, voelen die mensen af en toe zich toch wel een beetje in het gedrang komen. Ja, dat klopt hoor. En daarom hebben we juist ook in het laatste coalitieakkoord afgesproken dat we juist ook in deze wijk sociale huur gewoon behouden. Dat moet ook behouden blijven voor de wijk. Dus als er nieuwe woningen worden opgeknapt, want wij zijn de voorbeelden hier ook gewoon in de wijk aanwezig, moet daar ook weer sociale huur in terugkomen. Dat is in ieder geval wel duidelijk. Utrecht heeft meer woningen nodig. Utrecht is een groeiende stad. Ook op Kanaaleiland wordt er inderdaad bijgebouwd. Hoe ga je dat combineren met bijvoorbeeld het behoud van groen? Want ik neem aan dat de ChristenUnie niet van plan is om ook het hele park vol te bouwen. Nee, zeker. Dat moeten we volgens mij dus ook niet doen. We hebben pas de omgevingsvisie Kanaaleiland natuurlijk vastgesteld. En vanmiddag praten we in de gemeenteraad over de wijkaanpak. Die we ook in Kanaaleiland een boost willen geven. We hebben dat in Overvecht gedaan. Nu gaat dat ook in Kanaaleiland doen en nog een paar wijken in de stad. En daar zie je juist dat we ambities neerleggen om het groen te versterken in de wijk. Maar dan behouden we het groen. Er moeten meer woningen komen. Betekent dat meer de hoogte in? Op sommige plekken in Kanaaleiland denk ik dat je dat wel kan doen. In het Kanaaleiland bij uitstek op punten, bijvoorbeeld, we kijken hier naar de brug, die as ook richting Papendorp, dat een plek zou zijn waar je de hoogte in zou kunnen. Hoe gaan jullie als ChristenUnie inderdaad om met armoedebeleid? Hoe probeer je ook die bewoners erbij te betrekken die nu gewoon het echt moeilijk hebben? Ja, ik geloof dat de overheid dat niet zelf alleen kan. Hè? Dat ook de gemeente Utrecht dat niet alleen kan. De gemeente Utrecht heeft natuurlijk allerlei regelingen om mensen die in armoede leven of schulden hebben te helpen. Alleen we zien, en dat is terecht dat u ook zegt, dat we mensen niet altijd kunnen bereiken die daar gebruik van zouden willen maken. Omdat mensen gewoon simpelweg die regelingen niet weten. Ik zie bijvoorbeeld het Huis van Vrede op Kanaaleiland. Vlakbij het winkelcentrum, daar een heel goede rol in spelen. Doordat zij een plek zijn om waar voedselpakketten worden samengesteld, die weer worden uitgedeeld, waar mensen kunnen inlopen om tweedehands spullen met elkaar te delen of weer te gebruiken. Er is een restaurant daar en ik vind dat wel een mooi voorbeeld, omdat je daar dan ook mensen tegenkomt en misschien als overheid daar ook zichtbaar mag zijn en zeggen van vertellen, want zo kunnen we je ook helpen en dan door kunnen verwijzen naar goede regelingen. Dus voor mij moet je bestaande gemeenschappen in de wijk daarvoor gebruiken. De overheid ook de mensen serieus neemt in de wijk die dingen signaleren, die actief zijn in de wijk. Ja. Maar dat niet vanuit een officiële functie doen, maar omdat ze zich bij de wijk betrokken voelen of omdat ze vanuit de kerk of vanuit de moskee actief zijn. Maar ga daar ook serieus mee aan tafel zitten als gemeente en doe ze niet af als leuk gedaan, maar wij pakken het wel op. Ik vind het een heel terecht punt. Volgens mij is dat iets wat ook echt nog misgaat. Hè? We zijn hier, ook in Utrecht, nog best wel gewend dat mensen zelf een stap moeten zetten naar de overheid om dan dingen aan te vragen. En dat we gaan dus met individuen aan tafel zitten. Daar maken we afspraken mee en daar hebben we allerlei loketten en regelingen voor. Maar als een moskee of een kerk of een voetbalclub wil praten over van ik zie dit gebeuren, kunnen jullie me helpen? Of hebben jullie een budget zodat ik er zelf wat mee kan doen? Ja, dan is de deur opeens dicht. Dan zeg je, dan moeten mensen zelf maar bij ons aankloppen. En dat is echt is zonde. Dus daar moeten we aan werken. Volgens mij stellen we vanmiddag ook, spreken we ook over een motie met een stukje buurtbudgetten. Waar dus
eigenlijk gewoon geld beschikbaar komt om voor kleine maatregelen in de wijk te gaan treffen. En die zouden wat mij betreft ook beschikbaar moeten zijn voor gemeenschappen. Dus misschien is het een goed punt om vanmiddag ook nog weer in de raad te bespreken.